Op zaterdag 8 september ontvingen 8 werkzoekenden hun certificaat voor de opleiding tot chauffeur. Gestart via de pilot loondispensatie heeft Connection besloten deze werkzoekenden een contract aan te bieden. Loondispensatie, dat is een tijdelijke wet. En dat is eigenlijk voor mensen met een arbeidsbeperking. En die mensen worden bij reguliere werkgevers geplaatst. De werkgevers die betalen naar productiviteit. Dus dat betekent dat die mensen die krijgen een stukje loon van de werkgever. En de restinkomsten worden aangevuld door een uitkering van de gemeente Enschede.